Het is heel leuk om voor mij als kunstenaar mee te maken dat wat je bedacht hebt en je staat er echt om ook te ervaren dat het inderdaad echt werkt. Inwoners van de gemeente Overbetuwe hebben zelf mogen kiezen welk nieuw kunstwerk erbij moest komen. Er werd gekozen voor Timeline van Rob Zweren. Het staat bij het Watergoed in Valburg en donderdag was de officiële opening. Ik vind dat het heel goed gelukt is. Je maakt tekeningen, je maakt plannen, je hebt ideeën in je hoofd. Maar je weet pas hoe het is als het er echt staat. En het staat er nu echt. En vooral dat je, als je er doorheen loopt, ook door de tanden heen, heb je echt het gevoel dat je door een bijzondere ruimte heen loopt. En dat je omringd bent door die mammoettanden. En dan ga je trappetje op. En dan ga je in die cabine zitten, in een soort toekomstige tijdcapsule. En nou, dat zit heerlijk. En het is fantastisch om je heen te kijken. Dus het is heel leuk om voor mij als kunstenaar mee te maken dat wat je bedacht hebt en je staat er echt om ook te ervaren dat het inderdaad echt werkt. En het is gewoon heel bijzonder dat waar wij nu staan, hebben 250.000 jaar geleden mammoeten rondgelopen. Dus toen dacht ik, ja, dat is mooi om van het heden naar het verleden en dan weer naar de toekomst te gaan. Dus timeline, tijdslijn, is ook echt vanuit het idee van een tijdslijn zoals we dat kennen van school, zeg maar, van de prehistorie, dan de middeleeuwen, dan de renaissance, naar de moderne tijd. Dat is dit ook. Het kunstwerk laat je het verre verleden zien, maar ook de verre toekomst. Maar wat is dan het heden? Het heden is de kant waar we nu op staan. Dus je komt vanuit huis en je gaat een wandelingetje maken met je hond of je gaat fietsen. Dat is het heden. En op het moment dat je hier het water opstapt, kom je dus in het verleden. En dan loop je dus door het verre verleden en dan verder het water op. Wat je normaal nooit doet over het water heen lopen. Kom je in de toekomst terecht en kun je dus van je afkijken. Of ook, voor mij is het ook belangrijk dat je ruimte hebt om te dromen. Ik vind het fijn om dingen te maken als je erin zit. En bij deze is het zo dat je om je heen kunt kijken. Je ziet het water en de bossen. Maar je kunt ook naar boven kijken. Hè? Dus je kunt naar de hemel kijken. Dus dat je een plek hebt waar je gewoon kunt mijmeren en kunt dromen. En even juist je dagelijkse dingen los kunt laten. En eigenlijk je verlangens en je wensen kunt gaan voelen. Bewoners bij kunst en cultuur betrekken is precies wat de gemeente Overbetuwe wil. In de nieuwe cultuurvisie met de titel Op waarde geschat is onder andere afgesproken dat inwoners meer mee mogen doen. We willen ook zorgen dat inwoners zelf invloed hebben op. En daarom is dit in voorbeeld. Maar we zijn op dit ogenblik ook in Heteren bezig met het Roosje van Heteren. Wat een prachtig mooie kunstroute is, de groei- en bloeiroute. En dat is ook gewoon gekozen door inwoners. En wat je daarmee bereikt is dat het ook gewoon van de inwoners zelf wordt. Ze worden er zelf trots op. Dus het is niet meer een kunstwerk van de gemeente, maar het is een kunstwerk van de gemeenschap. En dat is het beleid wat we willen uitvoeren.